Maar wat ik laat zien is, ja, is het mogelijk om bijvoorbeeld de vriendschap te handhaven in de politiek? Is het mogelijk om een goede relatie te blijven onderhouden in de politiek? Heeft het invloed op iemands huwelijk? Heeft het invloed op jouw hele dagelijkse omgang met je kinderen? Je hele dagelijks leven wordt anders op het moment dat je lid van de Kamer wordt of dat je minister wordt. Het maakt natuurlijk ook uit waar je dat doet. Ik ben zelf lid geweest, zowel van het Nederlands parlement als in het Europees parlement. Toen ik en van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Toen ik in de Tweede Kamer zat, toen fietste ik naar mijn werk. Dus daar kon ik ook thuis eten 's avonds. Toen ik in het Europees parlement zat, dan was ik de hele week van huis. Ja. En ik moest ook nog naar Straatsburg en ik deed ook de relaties met de rest van de wereld. Ging het beter of slechter met je huwelijk? Het is wel wat moeizamer als je zo lang weg bent dan wanneer je gewoon dagelijks ook thuis bent. Het is autobiografisch, het toneelstuk. Onder andere, maar het is, wat veel mensen niet weten, bijvoorbeeld het Europees parlement, dat is echt een heel zwaar beroep om lid van het Europees parlement te zijn. Dat wordt heel vaak onderschat. Ik las in het verkiezingsprogramma van de SP dat men zegt, je kan het wel combineren, lid van het Nederlands parlement, het Europees parlement. Dat is echt, met alle respect, dat is echt gods onmogelijk. Er zijn landen waar ze dat doen. Het zijn twee loodzware banen, ook in het Europees parlement. Je bent van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat ben je dus bezig. Dus jij zegt dat valt eigenlijk niet te combineren. Je komt doodmoe, in het weekend kom je thuis. Het is een heel ander soort leven. Hallo, ik ben Frits Hoefnagel. Vond jij de video nou ook zo leuk? Klik dan op het duimpje omhoog en abonneer je gelijk even op ons YouTube-kanaal. Doen hoor! Heb je het nou al gedaan?